De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Nu op Den Haag FM. Actueel politie- en misdaadnieuws. Er is op dit moment een vermissing hier in de regio. Het gaat om Jacob Johan de Bruin. Hij is 41 jaar en komt uit Delft. En de 41-jarige Jacob is al sinds 19 juni 2022 vermist uit Delft. Maar er wordt nu eigenlijk pas meer aandacht voor deze vermissing gevraagd. Ik zag wel dat familie een oproepje had gedaan op social media. Maar er is inmiddels ook een bericht geplaatst vandaag op de website politie.nl. Ja, het is eigenlijk volledig onbekend waar Jacob de Bruin op dit moment is. Waar naartoe hij mogelijk vertrokken is. Dat is ook niet echt duidelijk. Hij is wel op zich goed te herkennen, namelijk aan zijn manier van lopen. Hij loopt meestal met een gebogen hoofd naar beneden en heeft vaak iets op zijn hoofd. Bijvoorbeeld een petje of een bandana. Ik heb inmiddels een foto van Jacob Johan de Bruin. Die is vrijgegeven door de politie, ook op mijn social media geplaatst. Op het Instagram-account van dossier Mastenbroek zullen we hem zo zetten. Maar hij staat nu al op het Twitter-account apenstaartje M. Mastenbroek. Apenstaartje M. Mastenbroek. Het gaat dan om Jacob Johan de Bruin. Hij is 41 jaar, hij is 1,70 meter lang. En hij heeft donkerblond, kortgeschoren haar. Hij heeft opvallende lichtgroene met blauwe ogen. Ja, hij heeft dus een opvallend loopje. Hij loopt meestal met een gebogen hoofd naar beneden en heeft vaak iets op zijn hoofd. Een petje of een bandana. En er wordt dus vermist vanuit Delft. Hij is nog wel eventjes gezien op de Meerkoetlaan. En daarna ontbreekt echt werkelijk waar ieder spoor vanaf 19 juni 2022. Heb je informatie over deze vermissing? Neem direct contact op met de politie. Dat kan via 0900 8844. Je kunt ook contact opnemen met 0800 6070. Daar weten ze echt alles over deze vermissing. Dan krijg je juist direct de juiste mensen aan de telefoon. Je kunt ook anoniem altijd zaken doorgeven natuurlijk. Als je niet met naam en adres bekend wilt worden, dan kun je bellen met 0800 7000. En ook heel makkelijk, op de website van de politie is namelijk een digitaal tipformulier te vinden. En daar kun je ook even op klikken. Ga even naar de juiste zaak. De zaak dus de vermissing van Jacob Johan de Bruin uit Delft, 41 jaar. Klik daar even op en dan staat er onderaan een linkje op politie.nl. Dan kun je dus een digitale tip doorgeven via het zogenoemde tipformulier. Martijn Mastenbroek. Den Haag.